Hoe goed was Feyenoord vanavond? Nou, ik vond Feyenoord uitstekend spelen. Wetende dat het eerste schot op het doel van Bijlo was eigenlijk in de 33e minuut. Nou, dat was niet echt, echt groots van Lazio. En je kon praten over het feit dat Lazio niet het grootste Lazio is van de afgelopen jaren. Maar we zijn toch gewoon tweede geworden in de Serie A. Maar ik denk dat we Feyenoord anders tekort doen. Feyenoord speelde geweldig. Echt combinatievoetbal, druk vooruit. Maakte het Lazio gewoon elke minuut van de wedstrijd heel erg moeilijk. Ja, en hebben dan toch ook weer een spits die ze ook weer makkelijk erin schopt. Ja, nou dat is een understatement denk ik. Karim, hoe goed is Santi Giménez? Ja, heel goed eigenlijk. Volgens mij keek hij niet eens naar de goal om hem af te maken. Dat zegt al genoeg. Hij is zo vast in zijn trap. En hoe hij die bal inschoot was echt perfect eigenlijk. Maar ik vond het heel fijn dat Mario terecht zei. Ik vond het misschien wel een van de beste eerste helften die ik heb gezien op een heel hoog niveau. Alles was gewoon goed eigenlijk. De druk zetten, duels winnen, Zerouki die heel sterk speelde, Giménez. En wat ik ook echt goed vond, wat Wiever vandaag heel veel deed eigenlijk. Dat hij vaak eigenlijk van binnen naar buiten ging, waardoor hij eigenlijk de vrije man werd. Het was misschien 2 of 3 keer dat ze daar makkelijk aan het voetballen kwamen. Dus ze reageerden ook wel goed op wat Lazio deed. En wat ik ook eigenlijk goed vond, het centrale duo met een Geertruida en een Hansko. Want normaal, Lazio die wil altijd 1-2'tjes maken, maar volgens mij kwam die bal niet eens bij de spitsen. Dus die hadden gewoon elk duel gewonnen. Dus ik heb echt genoten van de Feyenoord. Weer de keuze van middenveld, hè, van Atletico Madrid. Met Zerouki, die het weer uitstekend doet. Die jongen heeft natuurlijk over het algemeen weinig speeltijd. Maar als je toch in dit soort wedstrijden weer de kans krijgt en er gewoon weer staat. Want hij was ook weer heel bepalend. Ook met name in de derde goal was natuurlijk een fantastische goal. Waar hij aan de basis staat. Maar ook de ruimtes die hij dichtloopt. De rust aan de bal die hij heeft. Samen met Wiever echt goed controlerend spelen. En dan heb je Timber erbij. Ja, het stond als een huis. Ja. Ook bij het vieren valt me op hoe alle andere spelers Zerouki om de nek vliegen. Alsof ze weten van deze jongen heeft even steun nodig. Vinden jullie dat ook op? Nou ja, het is een team. Dat merk je aan alles. Dat zie je aan buiten het veld, maar dat zie je ook in het veld. Ook de spelers die erin komen. Er is geen moment dat het echt het spel verslapt. Dat Feyenoord een stuk minder wordt. En natuurlijk moesten ze na rust de wissel maken met Lopez. Die noodgedwongen rechtsback moet spelen. Misschien dat je daar op dit moment een probleem hebt. Omdat Trauner natuurlijk geblesseerd is. Waardoor Geertruida in het centrum moet spelen. Nou, Nieuwkoop had natuurlijk al een gele kaart. Dus hij wilde daar geen risico's lopen. En bracht dus Lopez. En dat vond ik soms wel heel erg, hoe moet ik het zeggen, onwennig, laat ik het zo stellen. Een hele domme gele kaart kreeg hij, wat wij uiteraard geen gele kaart vonden. Ik vond de scheidsrechter sowieso heel vreemd. Ik geloof iets van 12 gele kaarten in dit soort wedstrijden, waar eigenlijk niks aan de hand was. Vond ik wel er is geen blessurebehandeling geweest bij wijze van spreken. Nee, het was echt extreem. En als je dan, Lopez geeft dan de strafschop weg, waardoor Lazio nog even iets terug kan doen in de wedstrijd, maar... Ja, het tweede was wat rommeliger, maar... Maar ook de fitheid van de spelers. Als ik Stengs zag druk zetten en ook de diepteloopjes. En Stengs die net binnenkwam bij Feyenoord en Stengs nu is een wereld van verschil. Qua fitheid helemaal. De druk zetten waar ik eigenlijk mijn vraagtekens had. Begin van het seizoen. Maar bij Stengs heb je het bij Stengs, ja. Wat hij vandaag allemaal weer deed met en zonder bal. Ja, het was echt genieten. En dat is eigenlijk gewoon wat Slot eigenlijk eist voor elke speler. Als je die fitheid niet hebt, dan kom je denk ik niet aan het spelen toe. Dat is ook wel echt een deel aan de Slot. Hè? Dat Stengs dit nu allemaal weer laat zien. Ik bedoel, die connectie die hij had, had hij natuurlijk ook al met hem in Alkmaar. Maar hij heeft het moeilijk gehad in het buitenland, komt terug. En dan zie je toch meteen dat hij zich ontzettend veilig voelt onder Slot. Om eigenlijk te doen waar hij goed in is. Of je nou op 10 start of aan de buitenkant. Eigenlijk wil hij steeds hetzelfde doen. Naar binnen, net achter de spits komen. Vandaag ook bij alle drie de doelpunten natuurlijk betrokken. En eigenlijk de mooiste bal. Buitenspel doelpunt. De schitterende bal in één keer. Ja, dat is wel de Stengs zoals je hem wil zien. Nou, het is inderdaad de verdienste van Slot. Je weet, als je naar Feyenoord gaat, moet je gewoon fit zijn. En je moet gewoon dat brengen wat het spelsysteem van Feyenoord vraagt. En ja, dat zie je gewoon een stijgende lijn bij alle spelers. En ook de spelers die dan erin komen, Ivanušec, Linger. Ja, ze maken het spel niet minder. En dat is wel de kwaliteit van dit elftal. Ja. Wat mij ook opviel is eigenlijk dat we zaten een half uur voor de wedstrijd met z'n vieren in de green room naar die schermen te kijken. En dan kijk je elkaar aan en niemand had zoiets van, nou, dit wordt een hele lastige... Je verwacht al bijna dat Feyenoord even een Italiaanse Serie A subtopper opzij zet eigenlijk. Hè? Zegt dat niet heel veel over de groei van Feyenoord, ook dit seizoen weer? En ook een Italiaanse ploeg die heel goed kan voetballen. Precies. Maar die kwam er vandaag totaal niet aan te pas. Dus dat vind ik wel echt... Moet ik wel een beetje zeggen dat ik het plan... Hij zal ongetwijfeld een plan hebben gehad, sorry. Maar
wat het nou precies was, ik heb het niet kunnen ontwaren in deze wedstrijd. Want ja, ze konden, je weet dat Feyenoord gaat stormen, gaat vol druk zetten. De manier waarop zij dat probeerden te omzeilen. Met Immobile die daar dan op een soort eiland staat. Die is ook niet gemaakt voor zo'n soort spel. Ik denk dus echt wel dat ze een plan hadden. Maar Feyenoord is zo dominant in alles wat ze doen. Dat ze er helemaal niet aan te pas kwamen. Ja, nee, en dan kom je niet meer weg bij Feyenoord. Bij dit Feyenoord. Dat is wel heel willen ze druk zetten. Maar als je dat dus niet met z'n allen doet. Dan heeft Feyenoord constant het vermogen om driehoekjes te maken. Ja, maar dat deden ze echt heel goed. Dat deden ze echt goed met Wieven. Want Wieven begon eigenlijk naast Zerouki. En dan ging die middenvelder die op hem staat, gaat dan druk zetten. En dan zie je gewoon Wieven elke keer in de rug bewegen. En daar was eigenlijk heel de ruimte. En dan stengen ze een beetje naar binnen. Ja, dat deden ze was het begin van het seizoen niet de vraag of Zerouki en Wieven wel goed samen konden spelen? Dat verhaal is uit de wereld, Mario. Maar het was, ja. Nou ja, goed, dat laten ze wel zien. Dat was in Madrid was dat ook geweldig. Maar goed, sommige wedstrijden vragen nou net iets meer controle in een wedstrijd. Omdat hun natuurlijk ook een vrij goed middenveld hebben. Met die Luis Alberto, dat kwam er dan niet helemaal uit. Nou, we vonden het heel vreemd dat die Guendouzi niet speelde. Want dat is over het algemeen wel een hele belangrijke speler voor dit Lazio. Maar ik denk dat dit wel een hele goede keuze is. Nou, nu moest het ook omdat Minté was natuurlijk geblesseerd. Dus daar kwam Stengs dan weer te spelen. Maar Stengs heeft daar ook weer een hele vrije rol in. Ja. Dus al met als je dat het allemaal ziet bewegen. Het voor iedereen eigenlijk. Dat het is dynamisch. Manier, ja, het is zo dynamisch wat van Feyenoord laat zien. Ja. Karim, denk jij dat als Minté fit was geweest, dat hij dan niet voor zijn hoekje had gekozen? Of had hij dan ook voor deze samenstelling gekozen? Ja, ik denk als je tegen Atletico had je... Atletico is niet hetzelfde als Lazio. Maar ik had wel in grote wedstrijden had ik altijd met Zerouki gespeeld. En ja, ik weet niet wat Slot zou doen. Maar ik denk dat dit wel het beste keuze wat ze kunnen doen. Tegen Atletico ging het goed. En vandaag ook... je zag ook dat Wieven eigenlijk ook wel zich meer lekkerder voelt met iemand die voor de verdediging blijft. Dan kan hij eigenlijk overal bovenop zitten. En ja, dan heeft hij veel meer vrijheid. Dus ik vind die combinatie Wieven en Zerouki, waar we het begin van het seizoen misschien maar na één of twee wedstrijden zeiden van dat gaat nooit samen. Maar ze laten eigenlijk op hoog niveau wel zien dat het samen gaat. Ja, en ook zonder bal, hè, dat druk zetten. Want we hadden het over het plan van Lazio. We weten eigenlijk, Sarri wil altijd via driehoekjes, korte passes, wil die naar de helft van de tegenstander komen en de gevaarlijke mensen in stelling brengen. Ze kwamen niet over de helft eigenlijk met dat spel. Als je echt centrale duo's hebt die eigenlijk een beetje naar achteren leunen, dan krijg je het heel moeilijk. Maar wat eigenlijk Hansco en Getruiden echt fantastisch deden, als die spits uitzakte, gingen ze met z'n tweeën gewoon mee. Ja, en daar zaten ze gewoon bovenop. Dus je had niet eens meer kans dat die bal daar zou komen. En Lazio heeft ook een probleem wat Feyenoord een x-aantal jaren geleden had, dat je voorin naar voren wil. Maar de laatste lijn, wat wel vrij traag is bij Lazio, die liepen alleen maar terug. Dan wordt het speelveld ook zo groot. Ja, en als je dat tegen Feyenoord doet met dat combinatievermogen en die snelheid die ze hebben, ja, dan heb je enorm veel problemen. Ja, het ging over het centrum, hoe belangrijk dat is. Jij zei net, Geertruida moet noodgedwongen in het centrum spelen, omdat Trauner er niet is. Als iedereen fit zou zijn, wat zou nu het verstandigste zijn voor Feyenoord? Zou je dan Geertruida weer rechtsback moeten zetten? Of moet je hem in het centrum laten staan? Wat vind je? Nou ja, ik vind de beste positie voor Geertruida is in het centrum. Ja. Ik vind met name ook het indribbelen, het middenveld in, zijn snelheid ook om dingen te herstellen, vind ik een stuk beter. En die komen daar ook beter uit. Alleen ja, je hebt vaak te maken nu ook weer bijvoorbeeld met Nieuwkoop, dat hij toch wel op een gegeven moment weer een domme gele kaart krijgt, waardoor je eigenlijk toch weer dupeert en de rest van de wedstrijd eigenlijk een beetje met de handrem erop moet spelen. Ja. Alleen daar heeft Feyenoord op dit moment geen adequate vervanger voor. En dan moet dus noodgedwongen een linksbenige Lopez daar spelen die niet de beste keuzes maakt. De jongen speelt natuurlijk ook relatief weinig, dus het ritme is ook niet echt aanwezig. Dus ja, daar heeft Feyenoord wel een probleem. Maar ik kan me voorstellen dat als Trauner terugkomt, dat Geertruiden toch automatisch... Toch weer wel, ja. Nou, dat zou jij dat ook doen? Nou ja, goed, het is afhankelijk van de fitheid van Nieuwkoop en hoe die zich manifesteert. Maar normaal gesproken in de Nederlandse competitie, vind ik Trauner daar geen enkel probleem. Ja. Ja, omdat ik ook zat te denken vorig jaar, laat ik zo zeggen, de afgelopen tijd heeft Geertruida natuurlijk vooral rechtsback gespeeld. Vorig jaar heeft hij een periode 10, 15 wedstrijden in het centrum gespeeld. Het Nederlands elftal daar gehaald. Ja. Leipzig wil bijna 35 miljoen betalen. Dat is niet voor de rechtsback Geertruida volgens mij. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat hij op beide posities kan spelen. Dus ik denk ook dat een club die hem koopt wel in het achterhoofd meeneemt. Van, dit is een multifunctionele verdediger. Kan meerdere posities spelen. Is ook een moderne verdediger. Heeft snelheid, kan daarbij ook nog eens goed voetballen. Is aanvallend met spelervattingen ook nog eens levensgevaarlijk. Dus al met al denk ik dat daar wel topclubs naar kijken. Ja, absoluut. Andere speler die ik eruit wil halen. Quinten Timber. Werd eigenlijk nog met twijfels naar gekeken aan het begin van het seizoen. Zou misschien wel het kind van de rekening worden op het middenveld.
Is die eigenlijk boven alle twijfel verheven nu? Denken jullie dat? Ja, die speelde vandaag ook weer fantastisch en de laatste weken ook. En ik denk vooral ook in de assisten eigenlijk. De laatste tijd heeft hij veel assisten. En wat hij nu eigenlijk veel beter deed dan voorheen is eigenlijk... Als hij de bal op middenveld krijgt, dat hij dan wel versnelt. Voorheen was het gewoon bal en dan lichaam ertussen draaien. En je ziet hem nu wel sneller draaien, sneller versnellen. Dus ik denk dat Slot daar wel bovenop zit. Maar lijkt me ook wel veel beter. Karim, vind je hem niet fitter? Ja, en balverlies ook sowieso. In ja, alles zeker. Wat hij doet, je merkt gewoon dat hij veel fitter is. Zijn duelkracht is veel beter. En met Erik aan de goal bij Ajax bijvoorbeeld uit tegen Gaia, wat die helemaal opzij zet. Nu ook weer in bepaalde duels is hij net even wat slimmer. De derde goal bereidt hij geloof ik voor dat hij de bal in de as van het veld krijgt van Jan Baks. Vandaag ook erg goed hoor. Dus ja, het is Atletico ook hè? Heel dynamisch en gewoon een hele goede speler aan het worden. Laat ik het zo stellen. Ja, maar is het verschil echt zo groot? Of zijn er soms een paar kleine details die veel verschil kunnen maken optisch? Bij Timber heb ik het over. Nou goed, als hij gewoon op de manier speelt waarin zijn kracht ligt. En dat is met name duels winnen. En gewoon de bal simpel inspelen. En op tijd zorgen dat hij in de 16 is. Want die kwaliteit heeft hij wel degelijk. Dat hij op tijd in de 16 kan komen. Vorig seizoen werd hij ook nog wel eens op 6. Wisten we ook niet zeker 6. Maar dit is wel echt zijn echte positie. Dicht bij de 16 van de tegenstander. Gewoon een 8 dat hij kan pendelen. Ja. Dit is wel zijn positie. Dus ik vind wel dat hij nu ook wel echt in zijn positie speelt. Vorig seizoen speelde hij ook nog soms naast het middenveld. Dus was hij meer controlerend. Maar nu is hij gewoon heel de tijd aan het pendelen. Dus eigenlijk een beetje de Kokzu-rol.